Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik toch nog even zitten voor jullie voor de energieupdate van 25 tot en met 31 maart. Nu heb ik natuurlijk afgelopen week een video online gezet al over de volle maan. Hier heb ik jullie bijgesproken over wat je kunt verwachten, wat de energiestroom is, welke voordelen je eruit kunt halen, wat je eventueel ook in je gevoel kunt ervaren. En vandaag wil ik dus toch nog even voor jullie gaan zitten om een kaartlegging te doen. Kijk wel even of dat het met je resoneert. Neem alleen het stuk wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. Het is vandaag voor mij erg vroeg. Zoals ik al aangaf van de week, is er op de vrijdag een wedstrijd van mijn zoon. Dit duurt tot vanavond 9:30, 10 uur ergens. Maar ik wilde toch deze video voor jullie uploaden, opnemen. Het is nu vrijdag heel vroeg, maar deze zal dan in de zaterdag online komen. Dus ik zorg wel dat die morgen online gaat komen. Dat jullie wel de energie, eigenlijk het optimale eruit kunnen halen, zal ik het zomaar even zeggen. Nu is ook de energiereading is natuurlijk tot 31 maart, maar 1 april start ook nog de Mercurius in retrograde stand. En dit kun je dus nu ook al wel voelen. Een stukje communicatie waarin bepaalde dingen onbegrepen worden of verkeerd opgevat. Maar daar zal ik van de week ook nog even voor gaan zitten om een video voor op te nemen. Ik ga ook niet al te diep meer in dus op de kenmerken van die volle maanenergie. Ik zal in de berichtenbox een linkje zetten naar de video van afgelopen week. En dan gaan we gewoon beginnen. We gaan gewoon kijken wat er naar voren mag komen. Ik heb hier wat kaartendeks klaargelegd. We shuffelen er gewoon een aantal uit. Zo, nou vallen er al een paar bijna op de grond. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel een hele krachtige energie die meespeelt op dit moment. Oké, wat hebben we? De Essential Flame. Liberation, a sense of great purpose, high expectations. Dus de opening gaat komen. Het voelt voor mij ook wel een beetje als dat portaal wat nu geopend is. Hè? Of bijna geopend is met die volle maanenergie. Die maansverduistering. Die vernieuwing, die transformerende energie. Nu zien we hier iemand met een zwart gesminkt gezicht met goud en zilver erop. Het voelt voor mij dat je leven weer gaat vieren. Het leven weer gaat kleuren. En het kan zijn dat jij bepaalde tijdreizen meemaakt. Klinkt heel stom. Beetje tijdlijn hoppen. De komende dagen door deze intensiteit van energie. En dan bedoel ik eigenlijk dat je door dimensies heen kunt reizen. Dus andere tijdlijnen waar jij je eigen al een keer op hebt bevonden. Of nu nog op bevindt. Hè, want ze lopen parallel aan elkaar. Alles blijft gewoon doorgaan. Hè? Stel dat jij ooit een relatie hebt gehad en je bent gescheiden. Dan stap jij op een nieuwe tijdlijn als single. Maar die tijdlijn van dat je dus samen was met die persoon, die blijft ook gewoon doorlopen. En dat kan dus soms zijn dat je af en toe verlangt naar een bepaald gevoel. Omdat je dan even terugkoppelt aan die tijdlijn die dus nu ook gewoon met jou synchroon loopt. Hè? Klinkt allemaal best wel ver van je bedshow voor sommigen. Mocht je daar ooit iets meer over willen weten of interessant vinden, laat dan vooral een berichtje beneden achter dat ik daar misschien een keer een topic over maak. Maar het licht gaat op dit moment naar een nieuwe dimensie toe. We hebben spiritual guidance, looking for signs. Dus echt die tekenen gaan er komen, maar ook jouw yin-yang energie zul je meer gaan upgraden. Zal in een andere dimensie gaan komen. Een vernieuwing waarbij jij je ogen gaat openen. Je derde chakra of je derde oogchakra zal meer en meer geactiveerd worden. Voor sommigen kan het dus ook echt zijn dat de komende dagen dat jij heel intens droomt. Waarbij je het gevoel hebt van oké, ik kan het niet echt helemaal plaatsen, maar er zit wel een boodschap achter. En die boodschap gaat er zeker komen. We hebben hier natuurlijk ook echt wel de bovenste 2-3 chakra's
in het vizier, hè, de keelchakra en je derde oog. Ook wel een beetje je kruinchakra die hierin meespeelt. Vooral die verbinding die ik hier zie. Maar het komt allemaal door jouw centering in jouw systeem. Elementen ga je dus doorkrijgen. We krijgen hier kaart 37, maar 10. 10 staat ook weer voor voltooien, de klok. Het is de divine timing die er meespeelt. Zoals we zien zijn hier meerdere klokken in het veld. Voor mij voelde dus ook meerdere tijdlijnen waarmee jij zou kunnen connecten. Waarbij jij ook op andere tijdlijnen veel kennis op hebt gedaan. Maar ook pijn en verdriet hebt ervaren. En dat je dat dus in dit tijdlijnbestek mag gaan transmuteren naar het licht. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze iets... Dat ze te laat zijn of zo. Dat iets al aan hun voorbij is gegaan. Dat ze het niet meer naar hun toe kunnen halen. Maar lieve kijker, in het aardse is er een tijdsbesef. In het energetische niet. En dat vergeten heel veel mensen. Dus je kunt in het energetische veld dingen weer zo ombuigen. Dat het in het aardse ook weer naar je toe kan komen. En kun je me nog volgen? En we hebben het kruis. Voor mij voelt het echt het vertrouwen hebben, de intensiteit, de balans, het stukje liefde voor jezelf accepteren. Dat jij misschien wel een andere kijk op het leven hebt als mensen om jou heen. Een bepaalde ambitie die jij hebt, zelfstandigheid die je erin gaat creëren, maar vooral het dicht bij jezelf blijven. Het kan dus ook zijn dat de komende dagen heel erg in zicht gaat komen dat er mensen niet meer compatible zijn met jou. En daar bedoel ik mee dat je merkt dat bepaalde relaties en verbindingen echt niet meer in balans zijn. Dit kan vriendschap zijn, dit kan op werkvlak zijn, maar dit kan ook op het relationele vlak zijn. Mocht je dus in een relatie zitten die dus niet zuiver en puur is. We krijgen speelsheid. Geef je innerlijke kind af en toe de ruimte om weer vrij te zijn. En die vrijheid, die voel ik hier ook wel. Hè? Dat het ook de tijd is dat jij je eigen voorop gaat stellen. Dat jij inziet dat jij het mag ontvangen. Dat het voor jou bestemd is. Het pad wat je op dit moment bewandelt. Oh, mijn lamp valt om. Even terugzetten. En we hebben tijd voor verandering. Er komt een dag in je leven waarop je beseft dat je nooit verder zult komen als je vast blijft zitten en stil blijft staan. En dit is dus wat ik voel, hè? Ook met die weegschaalenergie, de transformerende energie van het eclipsseizoen die dus gestart is. Alles om jou nu naar een bepaalde stroming te sturen. En het is natuurlijk aan jouw eigen vrije keuze, hè, wat je daarmee doet. Of dat je die stroming mee gaat pakken, ja of nee. De voordelen liggen hier in ieder geval op tafel. Je kunt hier behoorlijk wat stappen in behalen als jij hierin meegaat. Als je je innerlijk vlammetje op een manier gaat laten branden, waardoor jij bepaalde grotere levensdoelen voor ogen gaat zien. Dat is wel een gevoel van dicht bij jezelf blijven, dicht bij jouw stabiele emoties. Zo wil ik het eigenlijk benoemen. Het stukje stabiele factor waar jij op kunt bouwen. En niet de factor buiten jezelf, maar echt in jouzelf. Waarbij jij ook in een vernieuwing staat, waarbij je dus mag leren ontdekken hoe jij met deze nieuwe energie stabiel kunt blijven. En mocht je niet die stabiliteit hebben of voelen, hoe je dit dan zou kunnen gaan creëren. Kijk eens. Voor sommigen kan het zeker zijn dat ze met een dat ze emotioneel met iemand in contact stonden die hun blokkeerde. Waarbij jij bepaalde keuzes niet inzag, bepaalde mogelijkheden onder kan dekken krijgen, heb ik namelijk ook de koningin van bekers.
Er is iemand in jouw energetisch veld geweest of op een bepaalde tijdlijn waarop jij je eigen bevond. Of ja, zoals ik al zei, hè, stel dat jij gescheiden bent. Die tijdlijn dat je nog getrouwd bent, die gaat ook gewoon door. Het kan ook te maken hebben dus dat daar een blokkerende energie is. En dat daar op die tijdlijn dus een verandering plaats gaat vinden. Die dus ook iets in de tijdlijn waar je op dit moment in zit, iets gaat veranderen. En ik hoop echt dat jullie mij daarin kunnen volgen, want het is best wel een intense theorie. En ook lastig uit te leggen als je er nog niets van af weet. Dus laat echt even een berichtje achter als je er iets meer over wilt weten. Wat ik hier sterk voel is dat of het nou in dit... Ik praat even in dit tijdsbestek dan, hè, deze tijdlijn. Mocht het voor jou dus een andere tijdlijn zijn, dan voel jij dat intuïtief wel aan. Je hebt eerder dus in verbinding gestaan met een mannelijke of een vrouwelijke energie. Iemand die dus in ieder geval wel in de mannelijke energie naar voren is gekomen. En dat hoeft totaal niet in de fysieke wereld een man te zijn geweest. Kan dus ook een vrouw zijn geweest. Of een andere gendernaam die jij eraan geeft. Want het gaat om de energiestroom. Kan vissen elementen zijn geweest waar je mee te maken hebt gehad. We hebben hier ook... Een zeester zie ik heel duidelijk naar voren komen. Zeester is ook het stukje hou vast en herstel. Je eigen pad gaan volgen ook wel. Een stukje vitaliteit hoort erbij. Nu zien we hier de 10 van staven. 10 van staven is normaal ook wel een beetje de burn-out kaart. Hè? Door blijven gaan, alle last met je meenemen. Maar hier is deze persoon eigenlijk heel erg licht. Want deze persoon heeft bepaalde kennis en lasten. Die nog niet ontkoppeld kunnen worden op die bison. Volgens mij is het een bison opgepakt. En draagt enkel alleen een koffertje die handzaam is. Verder ga je dus richting bepaalde elementen wat ja, nog niet in het zicht is. Maar er gaat wel zicht komen op dat bepaalde stromingen dus zijn geweest om een reden. Bepaalde inzichten, dromen of... Ja, synchroniciteit in tekens die je mag ontvangen. Hè? Dat zijn allemaal geweest om jou in te laten zien dat er een stagnatie is geweest in dat stuk. En die stagnatie heeft er dus voor gezorgd dat jij niet jouw ware potentieel kon gaan worden. Dat je niet de vrijheid had om emotioneel echt te connecten met iemand. Vooral omdat we de paasje van staven zien we duidelijk op kop liggen. Dat is die vertraging die daarbij is gekomen of daar overheen hangt, hè. Bepaalde teleurstellingen die eraan gekoppeld zitten, voel ik sterk. Maar we gaan eens kijken. Want ik kan het eigenlijk zo neerleggen, een beetje met een stukje ertussen. Dit is dus de vertragende energie. En door die volle maanenergie, die dus echt deze week heel sterk zal zijn, zal er dus dingen aan het licht gaan komen. En zie je deze video op een heel ander moment, kan het natuurlijk ook voor jou op dat moment zijn dat er een boodschap in zit. Want zoals ik al zeg, in het energetisch veld is geen tijdsbesef. Dus deze video kan op een later moment in jouw aardse leven ook gewoon matchen. Want het komt toch op je pad als de tijd daarvoor is. We krijgen de koningin van zwaarden erbij en samen met de zonkaart. Emotioneel een stuk in balans. Maar ook dat jij bepaalde intelligentie bezit om... keuzes te maken, maar ook vanuit oprechtheid te communiceren. Onderkant daar krijg ik ook de koning van zwaarden. Dus het gaat echt om jouw yin-yang energie. En dan krijg ik weer die redder van de zwaarden. Veel in het hoofd zitten kan de komende dagen met zich meespelen. Dan kijken we toch echt al naar waterman, weegschaal of tweeling, hè? Luchtenergie. Het kan in jouw chart staan, maar het kan ook zijn dat je met één van die tekens te maken hebt... In de fysieke wereld. Nu is natuurlijk ook dat de volle maan in weegschaal staat. Dus dat is ook nog de huidige energie die extra naar voren komt. Emotioneel een bepaalde stabiliteit creëren. Ruimte voor jezelf nemen om ook te gaan ontwikkelen. Ruimte voor jezelf nemen om je intuïtie verder te laten vergroten. Bepaalde knopen doorhakken wat gekoppeld zit met het stukje verleden of andere tijdlijn waar we het zojuist net over hadden. En dit is een proces die dus nu de komende maanden in werking gezet gaat worden. Hier krijgen we de zon. De zon is natuurlijk de mooiste kaart uit het dek.
Maar dat geeft ook wel aan dat dit een proces is van een aantal maanden die dus deze reading bevat. Nu is eclipseseizoen natuurlijk ook al van dit eclipseseizoen de start naar het volgende. Dat is volgens mij oktober, november. Dus dan hebben we het ook over een maand of zes natuurlijk. Dus ik merk wel dat dit voor het collectief ook heel sterk naar voren gaat komen. Zo kan het ook zomaar zijn dat er mensen om jou heen zijn die al jaren in een, dacht jij, een gezonde relatie te zetten. En één keer dat die relatie beëindigt of klapt, op welke manier dan ook. Dit kan ook eventueel, als jij in zo'n relatie zit, dat het jouw relatie is. Maar nu blijft het een collectief bericht. Maar alles staat al in de sterren geschreven. We krijgen naast de zon krijgen we de sterkaart. Bepaalde wensen die uit gaan komen. Bepaalde stabiliteit wat weer terug gaat komen. Maar dit hangt wel samen met een bepaalde intensiteit. En de sterkaart voelt voor mij ook altijd wel als het stukje dat je eerst iets mag helen in jouzelf. Voordat je dus ook pas weer dat geluk kunt ontvangen. Voordat een bepaalde vertrouwen weer terug gaat komen. En dat heeft met dus een blokkering te maken in het energetisch veld. Nu zie ik wel dat er voor weggelopen gaat worden. Maar dat dit wel de reden was daar waardoor jij niet hetgeen kon gaan doen wat voor jou weggelegd was op dat moment. Maar we pakken daar nog eens wat kaarten bij. Ik pak nog even een rijtje hieronder. Ik leg even die daar neer. Vier kaartjes, dus nog drie alsjeblieft. We krijgen de Hierofant in combinatie met de Maankaart. We krijgen de Vijf van Staven op kop. En de Negen van Staven. De onderliggende energie is dus wel dat... we krijgen hier natuurlijk ook een stukje vertrouwen. Hè? Er kan wat onzekerheid op gaan treden. Voordat je het lef hebt ook om echt die vernieuwing in te gaan. Eigenlijk door dat portaal heen te stappen. En dit heeft met pijn te maken. Afscheid nemen, vergeving, het ontkoppelen, het verwerken, het transmuteren. Maar je bent al best wel in een bepaalde stroming waar je zelf eerst nog niet eens van zou kunnen denken dat jij hier naartoe zou gaan. Nu is het wel zo dat er een harmonie gaat komen. Je hoeft je eigen er niet meer druk op te maken. Want je kunt deze energiestroom, als dit op komt poppen, kun je ook om gaan buigen. Je gaat niet in die slachtofferrol zitten. Je blijft in je kracht staan. Je blijft met opgeheven hoofd hier ook in doorpakken. We krijgen namelijk de 9 van staven en hier ligt de 10 van staven. Dus eerder heb je een bepaalde knoop doorgehakt. Heb je een bepaalde richting ingezet. Excuus. En vanuit daar kun je dus nu ook de kansen aangrijpen die eraan gaan komen. Maar ik zal nog eens even wat extra kaarten erbij gaan nemen. Wat mogen we weten voor deze energy updates? Nou, oké. Krijg je de 2 van bekers. Of 2 van bekers, 2 van munten. We krijgen de 3 van staven. Weer de zonkaart. Temperance op kop. Pak gelijk even een kaartje bij de Temperance. 4, oké. Nou, die vliegt er gewoon echt al gelijk woem bam uit. Dus er is ergens toch een stukje balans. Oké, interessant. Er is ergens een stuk gecreëerd waardoor er even geen balans was. Maar vervolgens kun jij het leven weer gaan vieren. En het heeft te maken met de divine timing waarbij jij succes zult hebben met een divine counterpartner. Iemand die jou wellicht al in het vizier heeft. Onderkant daar krijgen we de 10 van bekers en de 4 van zwaarden. Dus of jij of de andere is nog in het herstelproces. Waar dit eerste stuk mee te maken heeft. En of dat nou in dit tijdsbestek is, of een vorig leven, of een andere tijdlijn. Dat zal voor iedereen anders zijn. Maar die roerigheid die is geweest, wat dus de laatste eclipse heeft aangeprikt. Dus
vorig jaar 2023, eind vorig jaar. Dat heeft er dus voor gezorgd dat er nu bepaalde ballast al ontkoppeld is. Dit is nog wel zo dat het best wel wat onzekerheid met zich mee kan brengen. Maar van de andere kant kun je ook weer gaan genieten. Er is een les uitgekoppeld waarbij jij dus ziet van oké, ik kan het leven weer gaan vieren. Ik kan dit weer gaan creëren. Daarvoor heb ik wel bepaalde geduldselementen nodig waarbij ik het moment als ik even uit balans ben weer terug kan stappen in mijn balans. Ik weet hoe ik dit kan creëren en neer kan zetten. En dat kan zijn, want ik zie hier ook echt wel een heel zelfstandig persoon. Dat als jij op een moment in het leven staat dat je eigenlijk heel zelfstandig bent. En dat hoeft niet pertinent te zijn dat je dan single bent. Dit kan ook zelfstandigheid binnen een relatie zijn natuurlijk. Dat je daardoor weer een nieuwe shift in gaat zetten. Nu zien we hier natuurlijk wel de 2 van bekers in combinatie met de 6 van staven. Dat ik het wel heel krachtig vind dat deze samenkomen onder de zonkaart met de 3 van staven. Maar het voelt voor mij ook dat het zomaar kan zijn dat jij alleen op je pad verder gaat. En vooral met de 9 van munten en de voelkaart. De vrijheid die jij in het leven weer gaat krijgen. Het kan zomaar zijn dat jij dus, dat sommige, nou ik weet gewoon van veel mensen die in een twin flame verbinding zitten. Of in een soulmate, een romantische soulmate verbinding. Dat mensen wel zeggen van ik ga door met mijn eigen leven, maar ik sta er open voor of ik wacht erop. Ja, en het stukje wachten is alweer een element wat die stagnatie kan brengen. Waarbij er weer disbalans kan gaan ontstaan. En als jij focus op jezelf blijft leggen van oké, ik ga het voortzetten. Want het kan ook zomaar zijn dat de twin flame waarmee jij connect of die soulmate eerder in dit leven niet samen gaat komen, maar dat er iemand anders met een hoge intensiteit op jou zit te wachten. En dat zien we hier, omdat we hier de koning en de koningin hebben met de blokkerende energie ertussen, maar hier wel de koning en de koningin van zwaarden samen zien. Dus die powerkoppel. Dus sommigen kan het zijn dat er een wig is gekomen tussen een soulmate of een twin flame verbinding. Waarbij je eigenlijk in afwachtende positie blijft of dat deze persoon nog gaat komen, ja of nee. Terwijl er andere energiestromen naar jou toe kunnen komen waar jij net zo gelukkig zult zijn als eventueel in het hoogst haalbare doel met de andere persoon. Dit is misschien gewoon niet weggelegd in dit levenspad. Maar iemand anders kan er wel komen. Maar nu voel ik ook heel sterk dat er mensen kunnen zijn die zo in hun eigen energiestroom staan. Waarbij ze heel veel aan hunzelf hebben gewerkt. Waarbij bepaalde ballast is ontkoppeld. Nieuwe inzichten heb gekregen. Maar doordat je die vrijheid nu ook voelt. Misschien ook het lastig vindt om weer iemand om mee te gaan connecten op zielsniveau. Dit komt omdat je het leven hebt omarmd zoals die is. Ook blij bent als je alleen bent. En het geluk begint natuurlijk altijd allereerst in jezelf. Want als daar het ware geluk niet in jouzelf voelbaar is, kun je het ook nooit voelen voor een ander of naar een ander overbrengen. Het begint echt bij jouw eigen ik. En dan pas zul jij het ware geluk, zoals ik er al vaker over heb kunnen ervaren, nu zijn er ook gewoon heel veel mensen die in dit leven gewoon nooit het die intensiteit qua geluk zullen ervaren. Omdat het gewoon niet in hun zielscontract is meegenomen. Omdat ze daar niet voor hebben gekozen. Maar ik weet ook dat er een hele grote groep is die daar wel voor heeft getekend. Maar het kan zomaar zijn dat je in dit leven wat problematieken die aan die verbinding zitten op mag lossen. En dat gewoon in dit leven die samenkomst niet zal zijn. Maar dat het in een volgend leven pas zal zijn. En ga je dan genoegen nemen met een lagere trillingsenergieverbinding? Eentje waarmee jij niet op zielsniveau zult connecten. Waar je dus misschien eerder ook al in hebt gezeten. Waar je dus niet jouw vrijheid kreeg. Waar je niet jezelf kon zijn. En waar je dus niet je eigen ontwikkeling voort kon zetten.
dingen gaan uitkomen. Ik pak er nog wat kaarten bij uit een ander deck, want ik vind dit wel heel interessant worden. We krijgen dus de ruimte. Je krijgt de mogelijkheden, dus echt in dit transformerende energiestroom spektakel van die eclipse, krijg jij de ruimte. Hoe mag ik hem nemen? Dwars. Oké. Je staat dus wel al in een bepaalde positieve element, of ja, een positieve stroming, maar je bent er nog niet helemaal. Oké, dus hij komt nog een beetje dwars, dus er is nog wat werk aan de winkel, want het heeft te maken met die passie in jouzelf. Een aas staat natuurlijk ook voor een transformerende energie, een nieuw begin, die inspiratie, maar ook het stukje manifesteren van het juiste in jouw pad. Kijk, en we krijgen toch die lovers. Dus het heeft voor heel veel mensen en toch met de liefde te maken. En liefde begint allereerst in jezelf. Hè? Dus het wil niet altijd zeggen dat dit dan te maken heeft met direct met een soulmate. Eerst jouw yin-yang energie in balans. Union in jouzelf. En dan hoor ik van heel veel mensen. Ja, je spreekt de laatste tijd alleen maar over die soulmate. En dit, ja lieve mensen, als dit naar voren komt, dan kan ik niet veel aan doen. Ik breng alleen de boodschap over die over mag komen. En dit hangt dus wel in het collectief veld. Alleen niet voor iedereen in het aardse stukje zichtbaar. Nu merk je gewoon als jij verder in jouw trillingsenergie stijgt en dus kunt connecten met het energetische veld waar ik het over heb en waar ik op intap, dan kun jij ook die stroming op gaan pakken. En kun je dus meestromen op die energiestroom. Goed blijven luisteren naar de tekenen en je innerlijke stem. Heeft ermee te maken dat, want ik krijg onderkant daar krijg ik de 7 van zwaarden. Het stukje vertrouwen zit in jouzelf. Het stukje eigenwaarde, het houden van jezelf in elk aspect. Het stukje omarming van je lichaam, je uiterlijk, je innerlijk, je pijnstukken. Misschien bepaalde slechte gedragspatronen van jezelf omarmen. Zodat je dit ook kunt gaan ombuigen. Want alles begint bij jouw bewustzijn. Alles begint met een energiestroom waarbij je bewust mag worden van bepaalde negatieve stromingen die je zelf actief houdt. Of negatieve gedachtepatronen of uitspraken. Of het voelt voor mij heel erg ook met uitspraken en woorden. Dat stagneert dan in jouw energiestroom. Waarom ligt de paasje hier en de koning van munten? Oké. Duivel op kop. Oké. Je overkomt dus een bepaalde verleiding. Jij overkomt dus bepaalde... kijk op het leven. We krijgen namelijk de 8 van bekers erbij. Stappen waarbij je je stabiliteit terug gaat krijgen. Waarbij je de inzichten gaat krijgen wat voor jou bestemd is. Waarbij jij die schakeling kunt creëren om het hoogst haalbare weer te manifesteren. Het oude achter je laten, pijn achter je laten, verdriet transmitteren naar het licht. Zodat je verlicht gaat worden. En dit begint dus bij liefde voor jezelf. Liefde voor de persoon wie jij bent. En misschien voel jij dat jij in het aardse jasje je niet jezelf kunt zijn. Maar hoe kun jij het hoogst haalbare eruit halen, zodat je in het aardse jasje jezelf wel zou kunnen zijn? Is daar dan mensen die jou belemmeren daarin? Oké, hoe kun je dit dan ombuigen, dat die mensen jou niet meer kunnen dwarsbomen? Zodat jij gewoon hier in die oprechtheid gaat komen. Maar het is ook een energiestroom die jij zelf creëert. We krijgen de paasje van munten erbij. Kijk, Rad van Fortuin. En weer de Fool. Keuzes, keuzes, keuzes. Ik leg dit even aan de kant. Keuzes, keuzes, keuzes. Het pad van nieuwe inzichten gaat komen. Maar wat er naar die heuvel actief zal zijn, is nog niet in het zicht. En energetisch zul jij dit kunnen gaan ervaren en voelen. Invoelen vooral. Maar daarvoor is het wel belangrijk bepaalde conditioneringen, gedachtenpatronen te doorbreken en echt naar je gevoel af te zakken. Als je dit doet, kun je iets nieuws
creëren. En dat is eigenlijk de synchroniciteit van jouw tijdlijn. Tijd voor veranderingen hebben we daar liggen. Dat heeft echt met je spiritualiteit te maken. Ook de ruimte nemen dat je jouw spiritueel verder gaat ontwikkelen en ontwaken. Nu zal niet voor iedereen het stukje spiritualiteit in een hoge vorm gegoten gaan worden. Maar wel waarbij jouw intuïtie verder gaat reiken als wat hij nu doet. Dus er is echt wel het een en ander aan de hand. Ik pak als laatste toch nog een engelenboodschap. Rad van Fortuin, we krijgen de zon, de sterkaart en de voel twee keer. Dus leg hem even hierbij. Oh, kijk eens, Rad van Fortuin. Ik pak het stapeltje op en dan krijg hem er weer bij. Dus je krijgt hier dubbele bevestigingen. Hè? Dubbele kaarten, geeft duidelijk aan van oké. Okay, je vertelt het, wij herhalen het nog. Want het is inderdaad juist wat je zegt. En dat komt steeds meer, hè, die dubbele bevestigingen in de kaarten. Het is steeds meer dat het actief is. We hebben wachten, engelen van synchronisatie. Op dit moment ligt de bal bij de ander. Wacht op de keuze en acties van deze persoon voordat je zelf weer in actie komt. Oké, ik pak er nog een kaartje bij, want het voelt voor mij dat hij nog niet compleet is. Oké. We hebben afstand, engelen van perspectief. Ga in de schoenen van een ander staan en bekijk de situatie vanuit dat perspectief. Integreer medeleven en passie in je reactie. En dat kan voor mij te maken hebben met een persoon die een hele tijd al uit jouw leven is, waarbij jij niet inzag wat deze persoon op dat moment ervaarde, waarbij je nieuwe inzichten gaat krijgen door het traject waar jij op dit moment doorheen loopt. En energetisch zal er dan een verrijking gaan komen in de zin van vergeving. Doordat jij jouw perspectief gaat veranderen en kijk gaat veranderen, zul je daar inzichten over krijgen. Een stukje empathie, inlevingsvermogen, daar hebben we het dus ook over. Dat zal sowieso verder gaan activeren. Keuzes die iemand anders al eerder heeft gemaakt, waarbij jij toen een bepaalde negatieve gedachte over had. Voor dat keuzemoment sta je op dit moment zelf ook een beetje op richting. En dan zul je dus een bepaalde stappen van een andere persoon uit jouw leven kunnen snappen en herplaatsen. Dan zie je ook vanuit het andere oogpunt. Ik heb als laatste nog een affirmatiekaartje. Ik ben goed genoeg. Ik hoef niet perfect te zijn om geweldig te zijn. Ik ben geweldig. Nou, supermooie affirmatie die je weer mee kunt nemen. Maak er een screenshot van. Schrijf hem op een post-it. Plak hem op je spiegelnachtkastje of keukenkastje. Voor mijn part op de wc-deur. Dat elke keer als je dit briefje ziet, het ook een paar keer hardop zegt. Want dan ga je dit integreren in jouw systeem en zul je merken dat dit ook steeds meer eigen gaat worden. Nou, lieve mensen, het is een intensieve reading geworden met heel veel boodschappen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje achter of een like, mocht dit jouw reading zijn. Laat ook even een reactie dus achter op mijn vraag van of je iets meer wil weten over die tijdlijnen. Dan kan ik er altijd kijken of dat ik daar ruimte voor ga maken om hier een topic over te maken. En dan wens ik jullie alvast een heel mooi weekend toe en tot de volgende video. Doei doei!